Oh, hell yeah. Yo, welkom terug bij een nieuwe aflevering. Ik wil de episode en aflevering tegelijk zeggen. Van Ark Modded. Met Ark Comes Alive natuurlijk. Want daar waren we mee bezig. Ik zit hier weer in een nieuw huis. Want, ja, hoe ga ik dit uitleggen? Nee, voordat ik dat uitleg, wil ik jullie eerst even zeggen. Druk op dat belletje naast mijn naam. Dus naast de abonneeknop om op de hoogte te blijven van mijn video's. Want vaak ontvang je mijn video's waarschijnlijk helemaal niet in je subbox. En als je dat belletje dus aandrukt of klikt, net op welke dingetje je zit, dan krijg je een melding wanneer deze knul een nieuwe video heeft. Dus ik denk dat de meesten dat wel willen, dus please, druk het belletje. Maar oké, ik ben dus weer verhuisd om een reden dat mijn dino's bleven despawnen op die plek. Het was een toffe plek, maar ja, ik verloor continu elke keer mijn dino's dus. Dus ik wilde weer opnieuw opnemen en oh shit, dino's weg, door de map gekregen. Ik was even online vooruit mijn dingen, oh kut, dino opeens weg. Dus ja, ik zit hier nu met een Poison Wyvern en met een Poison Wyvern. Alleen dit is de normale Poison Wyvern, zeg maar van Scorched Earth. En dit is de SCA Poison Wyvern. Dus deze doet daadwerkelijk torpor damage. En deze dus totaal niet. Dit is gewoon een stomme stronthoop. Maar oké, ik zit dus op een nieuwe plek. Ik hoop dat deze plek wel legit is, zodat ik hier dus wel door kan blijven bouwen. Het is echt op het randje van de map. En ik wilde gaan kijken naar deze mod. De Masonry Table mod. Maar ik denk dat ik beter eerst even wat dingen kan tamen voor de hulp. Want ik moet natuurlijk wel resources hebben. Het leek me wel een slim idee om even super ver te gaan de map in. Om even iets super sterks te tamen. Wat zal ik upgraden? Dus we gaan nu helemaal doorvliegen naar hier. En we bijten die mammoet even in zijn billen. Fuck. Hij is dood. Maar ik heb het meeste dus al overgehuisd. Zeg maar bijna alles. Misschien is dit higher level trouwens. Oh mijn god, ik blijf alles killen. Dat is niet de bedoeling. Een Indominus. Fuck it, laten we die dan maar timen. Hij doet alleen niks. Is die die is getamed. Yeah, fuck it. We gaan gewoon even kijken wat we kunnen vinden. Maar ik wil eigenlijk een soort van gather dino hebben. Een beer heb ik al, maar die ben ik niks kwijtgeraakt. Doody. Oh nee, kut, het zijn bugs. Ik dacht dat doody's waren. Yeah, fuck it, laten we even kijken of hier een legit mammoet is die niet in één klap doodgaat. Maar dat is nieuw. Hey, is knockout. Nice. En jij? Die is ook knockout. Alright, oké. Okay. Welk level ben jij? Jij bent 320 en jij bent... Oh, damn, dat is. Ik denk dat ik eerst even PO arrows ga halen trouwens. Hoeveel... Oh, jezus, opeens donker. What the fuck? Oké, we pakken een PO arrowtje. De compound bow. Oké, ik heb de shit die ik nodig heb. Ik kon mijn zin niet afmaken, dus ik maak er maar een raar dingetje van. Alright, ze liggen hier. Nee, wat? Waar liggen ze? Fuck, ik ben mijn tape kwijt. Wat gebeurt me dit altijd? Hey, dit is ook een cool hoekie. Ik was heel dichtbij, dat kan ik me herinneren. Heel dichtbij. Hey jongens, hebben jullie een paar knockout olifanten gezien? Bam, ja, dat zijn ze hoor. Als ik hier nu berries in doe, dan eet hij alleen waarvoor die is... Oh, reet te lang duurt dat. Nee, maar de food is nou wel aangevuld. Oké, we gaan nou even een keer met arrows schieten. Don't die. Kut! 5k damage. Dat is zo hoerenveel. Dat was niet de bedoeling. Fuck me. Ja, deze gaat dan ook gegarandeerd dood, jongens. Oké, we moeten denk ik verder zoeken. Fuck, man. Ja, oké, dat had ik niet helemaal op geanticipeerd. Hij heeft wel 6k HP. Dus als ik me niet vergis, kan ik hem één keer raken. En dan blijft vreten, kutbeest. Yo, die eet hard. Ja, die telt even lekker door. Ik denk dat het wel eventjes duurt. Maar holy shit, man. Die pijlen zijn zo OP. Dus de PO arrow, die kun je gebruiken om iets insta uit te hongeren. En dus te tamen. Ligt aan de torpen natuurlijk, maar... Je snapt waar het voor is. Oké, maar dan hebben we daar in ieder geval een mammoetje in de pocket. Dus heel chill voor het hout. Doe die zullen hier wel niet zitten. Maar ze denken sowieso voor velen met oppakken en zo. En in principe heb ik al redelijk, ja, zeg maar, superveel resources. Dus het is niet zo nodig. Maar het is wel handig om erbij te hebben. Mocht ik even last met iets kort komen natuurlijk. Dus yeah. Hey yo, hier staat die zo overeind. Is dat die van mij? Zo niet, dan ben ik die... Ah, kak, dat is die van mij niet. Wacht, waar heb ik hem... Waar heb ik hem dan? Ah, motherfuck, ben ik hem kwijt. Oh, hier is die. Jesus, hij liep me schrikken. Bijna klaar. Oké, okay, ja, we wachten er gewoon even op. Meteen even een mammoth saddle. Yay! Harige billen. Ik vind hem wyvern ook best wel cool als hij over de grond heen loopt. Ja, nou moet ik er dus alleen voor zorgen dat hij niet van die rand afkiepert. Dat is echt mijn moeilijkste te doen, ja. Maar kijk hoe tof deze plek is. En je kan hier komen met wandelende dino's. Dat is ook een voordeel. Ik moet alleen nog even goed bouwen hier, zodat er niks naar onder dieft. Mijn idee was om van deze hoek naar die andere hoek dus een building te maken. Niet zozeer een wal. Maar wel de building dus als wal te gebruiken. Zodat er niks van af kan donderen. En dan dit allemaal op te vullen richting daar. Of ja, niet zozeer helemaal richting daar. In ieder geval dit beekje te claimen voor mezelf. Zodat ik hier al mijn shit kwijt kan. Zonder dat het waarschijnlijk die spant. Oké, maar dat was stap 1. Nou even de zadeltje fixen. Mammoth. 10.
540-260, dat heb ik wel. Deze man height. Deze man heeft height. En krachten. Lekker, 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 lekker. Net als de tompoes die ik dadelijk ga eten. Boop, nailed it. Hé, hey, harige billen. Ik heb een zadeltje voor je billen. Ja, de weight is nu de bottleneck, omdat mijn character eigenlijk meer weight heeft. Maar ja, dit gathered waarschijnlijk toch iets lekkerder. Stop met je dansje. Ik wil gewoon gatheren, oké? Okay? Het maakt me niet uit dat je level omhoog bent. Voor het idee. Haha. Haha. Oh, wat? Man, we moeten kunnen springen. Sinds wanneer? Kijk hoe fucking retarded dit is. Oké, vandaag gaan wij even kijken naar Structure Plus en de Masonry Table. Dat is de Castle Keep mod. Dus wij gaan deze en deze vooral benutten. Volgens mij heb ik nog een ACA bench. Ja, die heb ik gepakt. Waar heb ik die gelaten? Dat is natuurlijk ook wel handig om hier te hebben. Ah, hier is die. Je kan het gelukkig om oppakken, dus ik ga het nog herinrichten natuurlijk. Ah, kijk eens hoe mooi. Prachtig, prachtig. Nou oké, ik heb al wat dingen gemaakt met de Structure Plus mod. Gewoon om even te checken. Laten we eens even checken. Als ik dit... Holy tering, dat is huge. Wauw. Fuck man. Oh, dat is zo zonde, want ik wil eigenlijk met deze werken, maar dit is zoveel makkelijker. Oké, laten we eens even... Ja, dit is de normale. Oké, die hoeven niet per se te plaatsen. Jesus. Ja, dit is echt een gemakskwestie. 4 sides, 3... What? Oké, 3 sides B. Whatever. Doe het. Dat is dan veranderd. Oké, maar ik wilde dus eigenlijk vooral een kasteeltje bouwen, echt. Gewoon echt een legit kasteel hier. Ik vind dit raam namelijk wel tof, dus ja, kut. Het is in ieder geval eerst denk ik even slim om het een beetje die kant op uit te bouwen, zodat hier in ieder geval niks meer uit kan vallen en dan op die kant ook. Dus laten we dat maar eens doen. Daarvoor hebben we vooral foundations. Oh mijn god, dit is allemaal zo ingewikkeld. Triangular, triangular round, dit is een normale. Ja, oké, okay. Foundations worden gemaakt van de S+. En dan doe ik de rest denk ik met, hoe heet die nou, scheidmod? Oh ja, die Castle Keep, dat is geen scheidmod trouwens. Wat is dit voor lava? Psych beast. Ja, ja, ja. Weet ik kan hem instakillen. 5k damage. Met een hatchet. Ik ben onverslaanbaar. Oké, dan gaan we hier in ieder geval vast walls maken. Oh mijn god, zoveel keuze. Doorframe. Arrow loop. Keep wall end. Oh, dude, dit is zo vet. Deze heb ik nog niet gemaakt. Nou, ik wil even checken hoe dat eruit ziet, oké? En ik wil dan even kijken hoe ik ramps ga maken. Of stairs. Hey, what's up guys? It's stairs here. Goeie grap. Dat is mijn vrijdagavond humor trouwens. Erger dan dat wordt het niet. Trapje wordt het wel. Ah, dit moet ergens in. Ik weet niet waarin. Ja, fuck it. Dat zoek ik dan nog wel uit. Kan ik een trapje omhoog plaatsen in plaats van alleen... Ah, damn it. Waarom kan het altijd alleen maar omlaag? Dat is zo nare. I just want to have a trapje omhoog. Yo, ik kan hier ook gewoon foundations bouwen. Hoppa. Kijk eens aan. Dit gaat helemaal door. Nice. Kijk, het is niet zozeer een prioriteit nu dat de base af is. Want het wordt tering groot op zich. Maar meer dat er vast niks hier vanaf kan dieven, oké? Okay? Daar gaat het vooral op. Dat is mijn verborgen motief, oké? Okay? Maar ik kan dus het water door mijn base laten stromen. Dat is dit. Best wel vet, maar ook weer een beetje raar. Ik wil er eigenlijk dus glass ceilings overheen hebben. Oké, okay, dit is nou wel lekker opgevuld op zich. Ik ben het nog lekker door aan het craften. Maar het gaat me nu vooral om de walls. Het hangt vast. What's happening? Oh nee, het was gewoon even lag. En ik wil eigenlijk zowat elke episode een beetje bijbouwen. En natuurlijk iets tamen. Dus... We hebben nu redelijk veel gebouwd. Ik wil alleen nog even de wall af hebben. Maar ik denk dat ik het even af ga wisselen met een... Af ga wisselen met een tame. Dan zet ik waarschijnlijk vast een wall aan. Nee, die wil ik hier hebben. Die heb ik volgens mij al aangezet. Oké, walls. Want we hebben was... Oh, fireplace. Oh, dat is vet. Oh, dat is dik. Yo, ik maak er eentje. Chimney ook echt. Holy fuck. Wow, die walls zijn echt solid. Oké, vet. Vet. Laat ik ook sowieso even een hokje voor mezelf afzetten. Dat ik kan uitloggen zonder dat ik al mijn shit kwijtraak. Kan de walls toch oppakken, dus dat is geen probleem gelukkig. Ik vind het vette textures. Dit ziet er best goed uit. Maar oké, kut, die kluis is een beetje groot. Oepsie. Kom één wal tekort. Oh mijn god. Nou, ik sluit het maar even af met deze dingen. Ik kan allemaal weer gaan afbreken, maar ja, het is omdat ik even veilig kan uitloggen. Yeah! Oh, shit the ass. Oh. Juist, ja. Ja, oké, het is bijna dicht. Ik moet even een doorvreepje hebben, want anders kom ik nooit ergens. Ik vergot to learn the door, man. Ga ik het zo doen. Haal ik deze bal eens even weg. Oh, ja, al die keuzes. Alright, dan doe ik deze hier tussen. Heyo, lekker. Oh, man, dit is wel een beetje moderne klassiek gewicht. Dat vind ik wel mooi. En dan doen we de restante. En dan past het niet, wat? Is die wel eens hoger of... Ah, dat... Fucking game. Het zal wel goed zijn, oké? Het zal wel goed zijn. I did it, mom. I did it. Even drinken. Ah, lekker. Trouwens, ik heb best wel dorst. Stay hydrated, kids. Dus krijg je zo'n stem als ik. Oké, ja, dat is mijn schuur.
Dit moet ik vooral nog dichtzetten. Kan ik in principe ook doen met railings. Boeien, we gaan eerst iets stemmen. Daar heb ik meer zin in. Moet ik wel even PO arrows meenemen natuurlijk. Prime heb ik gezet. Oh mijn god, waarom gaat die... Open. Nee. Open. Gaat die... Oh, hij gaat vanzelf dicht en open. Oké, check. Ik druk niet op E. Vet. Vet. Vettig. Nice. Oké, dus mijn strategie is nu eigenlijk vooral om iets knockout te maken met mijn ding. Met mijn dragon. En dan zeg maar met een PO arrow erop schieten. Als hij dan niet doodgaat. Ja, waarschijnlijk niet. En dan vlees erin te doen. Dus niet dat ik een knockout schiet met PO arrows. Daar hebben we het al, hè. Daar hebben we het al. Dan weet ik nog niet wat ik ga temmen en wat er in de buurt is. Het gaat er mij nu vooral om wat er in de buurt is. Ik heb niet echt een specifiek doel voor ogen. Maar laten we gewoon eens even kijken of we tegenkomen. Oh mijn god, is deze nog steeds knockout? Are you fucking kidding me? Ik zweer, deze heb ik echt vanmiddag. Het is nu 8 uur geweest. Vanmiddag heb ik deze knockout gegeten. Toen ik hier even een plekje ging zoeken. Dat is een normale wyvern, of niet? Zombie fire wyvern. En normaal gesproken zijn die niet te tamen, maar... Zombie, come here. I want that sweet zombie ass. In my face, kom op. Nee! Nee, ik had hem knockout. Fuck me. Damn it, je kon ze dus wel tamen. Het zijn dus niet die... Ah, man. Heb ik nou ook geen skin? Nou, ik heb in ieder geval sulfur. Fuck, man. Sexy Indominus Rexy. Jezus, dat hij nog steeds knockout ligt. Dat is echt bizar. Kijk hoe schattig die slaapt. Je zou goed uitgehongerd zijn nu. Ja, tamen boil bij insert biernaam. 280, dat is helemaal niet slecht. Ik kan nog meteen met Prime. Nou, oké, dan temen we die in ieder geval. Lekker. Stond niet echt op de planning, maar sure. Indominus Rex heb ik nog nooit gehad, dus ik vind het wel tof. Nou, je gaat geen PO Airrun van neuken, joh. We wachten wel even voor dat ene happy. Dat ene kleine, lekkere happy. Weet je, het is nog best wel pittig om iemand te raken met... Hey, nailed it, we hebben hem. Hey, come over here, boy. Let me sit on your face, man. Oh, hell yeah. Kijk hoe fucking cool. Hij is zo rated langzaam. Kijk hoe vet, though. We gaan bij Wyvern naartoe. Laten we even de tekst testen. Rechtermuisknop doet. Oh. What the fuck was dat? Oh, de camera angle is al vreemd, joh. Nou, linkermuisknop is gewoon bijten. Hij doet niet echt iets. Yo, ik hit gewoon niks. Oké, dat zal weer een bug zijn, maar sure. Wat doet C? Doet C ook iets? Wow. Oh, oh, oh. Wat gebeurde er? Wat? Yo, raptors. En ik ben onzichtbaar, of niet? Ja. Super vet, ik ben onzichtbaar en ik heb een raptor pack achter me aan. Awesome, awesome, awesome. Ja, hoe kan ik mezelf nou weer zien? Misschien als ik aanval of zo. Oh ja, als ik aanval. Ja, alleen als ik nu met dit ding onder val, kom ik niet meer naar boven. Dus ik moet eerst even de wyvern halen. Alright, dat was wel vet. Oké, daar kan ik mee leven. Nou, ja, toch even een snellere tame dan ik dacht. Maar ik wilde hem sowieso nog hebben voor mijn verzameling, dus dat komt wel goed uit. Alright, nou. Oh shit, ik heb het dak nog niet eens af. Oké, ik ben nu even als snelle oplossing allemaal large glass walls aan het maken. Die ga ik er dan neerzetten. Ik heb geen idee hoeveel ik nog... Het is weer instanacht, hoe kan dat? Jezus. En dan is het wel wel welletjes geweest, natuurlijk. Het is wel echt een hele toffe plek hier. Hey, cool. Ze hebben nu een arena teleport hierin zitten. Dus volgens mij hebben ze nu dat misbruikstukje eruit gehaald dat je geen bossen meer kan summen in de map. Wat best wel fucking nice is. Laten we voor het idee nog maar even een fireplace hier plaatsen. Yo, dat ding is vet. Oké, even wat hout. Kijk eens wat een mooie sfeer, jongens. Geweldig. Als ik nou een scheet laat, dan gaat de hele boel de lucht in. Maar dat is sowieso wel het geval als ik een scheet laat. Oké, we hebben 46 large walls. Dat zou denk ik wel voldoende zijn. Kijk, waar begint dit allemaal? Het is even puur voor een wall, hè. Dat niks eronder flikkert, terwijl ik even offline ben. Maar op zich is het... Yo, die maan erbij. Oké, dit is wel echt een toffe plek. Ja, ja, het is af. Lekker. Oké, we gaan even kijken hoe dit eruit ziet. Nou weet ik dus nog niet of ik dit beter kan laten staan, want op zich heeft het wel wat. En dan zeg maar de castle ervoor te bouwen of zo. Of alles meteen vol castle te maken. Ik twijfel. Ik denk dat het allebei wel tof is. Sowieso zo'n hele glazen afscherming hier is wel vet. Dat is echt dik. Dus ik denk dat ik dat doe en dan ergens tevoor een kasteeltje los ervan maak. Kind of. Holy shit. Ik kan niet wachten tot ik dit project heb afgerond. Oké, dit wordt echt vet. Dit wordt echt tof. En ondertussen gaan we natuurlijk ook veel meer dino's temen. En wat dan ook. Want vandaag hadden we even een makkelijke Indominus Rexy. En een mammoet. Maar dat is een normale mammoet. En binnenkort gaan we alle sterke shit opzoeken. En allemaal themen. En even kijken hoe deze mod werkt. Jullie hebben trouwens ook hele nuttige tips achtergelaten in de comments. Dus ga vooral zo door. En bedankt voor alle support op de video's natuurlijk. Dus ik hou het hier erbij. Ik hoop dat jullie het ook vet vonden. Vond je het vet? Doe dan dat duimpje weer omhoog. En abonneer. En druk op dat belletje. Als je het nog niet gedaan hebt. En dan zie ik jullie in de volgende. Spit! Oh, tompoesen. Ja. Ik zweer, ik ga echt een tompoes eten.